Marijn de Vries is in haar zomer bij de avondetappe structureel lastiggevallen met de vieze praatjes van collega Denny Nelissen. Hij begon op een gegeven moment ook ranzigheden over haar rond te bazuinen, bijvoorbeeld over dat ze een flinke beurt nodig zou hebben. Ze trok aan de bel bij de top. Het resultaat? Hij bleef aan, zij verdween van het toneel. Juist omdat bobo's bij organisaties als NOS Sport alleen in actie komen na druk van buitenaf, is het waardevol dat Marijn het heeft aangedurfd om met naam en toenaam over haar ervaringen bij de avondetappe te schrijven. Ze is daarbij nog zo galant geweest om het niet op de man te spelen en niet de naam van Danny te noemen. De column van Marijn was desalniettemin onvermijdelijk te herleiden tot Danny. Vervelend voor hem, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om een hoger doel: het creëren van een veiligere werkomgeving. Vooralsnog blijkt de bijdrage van Marijn buitengewoon relevant, want haar stuk heeft flink wat losgemaakt. Johan Derksen is echter kritisch. Hij laat zich anderhalve week na Marijns column negatief over haar uit. Dat meisje, die wielrenster, die had gewoon moeten zeggen tegen die Nelisse: Jo, ik zit niet op die en sterretje-uk verhalen van jou te wachten, zegt hij in de vandaag een site van gisterenavond. Marijn heeft dat juist talloze keren aangekaart, zonder dat er werd ingegrepen. Johan, jawel, maar als je in die tijd met dat soort verhalen naar een baas ging, dan zei die: Maak je niet druk. Zo was het tijdsbeeld. Nu neemt elke baas dit uitermate serieus. Sterker nog, je krijgt ontslag. VI Bargast Merel X steunt Marijn. Volgens mij vinden we allemaal dat wat haar is overkomen niet normaal is. Ook dat hij tegen andere mensen zei: zij moet eens goed genomen worden. Johan doet de vieze praatjes van Danny af als hanige verhalen. Als Nelissen nou graag hanige verhalen wil vertellen over wie hij allemaal geen sterretje UKT heeft en als zij dan zegt daar zit ik niet op te wachten en hij doet het nog, dan zou ik zeggen ik ga niet meer met Nelissen in de auto zitten. En ook dat heeft Marijn gezegd. Ze is daarna met pijn en moeite door de eindredacteur in een andere auto geplaatst tijdens de avondetappe ritten door Frankrijk. Hoewel hij dus geen enkele valide reden kan noemen om het verhaal van Marijn onderuit te halen, lijkt Johan toch moeite met haar te hebben. Met dat meisje de Vries vind ik dat het ergens niet klopt, zegt hij. Nou komt ze er zes jaar later op terug en heeft ze meteen, als de column geschreven is waarin ze iemand ophangt, een excuus van: ja, maar ik heb zijn naam niet genoemd. Dan denk ik: ja, kom op zeg. Je wist meteen wie het was.